Ik ben Steven van den Kamp, ben 44 jaar en ik ben de CTO van Emeza. En dat betekent in de praktijk dat ik de aanvoerder ben van het team van vakantieveilingen en van Actie van de Dag. Toen ik in juni 2013 startte, was het heel duidelijk dat het bedrijf eigenlijk heel snel gegroeid was. Dat zag je in alles terug. Bijvoorbeeld op infrastructuur, servertjes, meer gebruikers, nog een servertje, nog een servertje, nog een servertje. Omdat het, zullen we maar zeggen, organisch gegroeid was, was het voor ons onduidelijk wat onze capaciteit was. En uiteindelijk hebben we toen besloten om voor een inrichting te gaan die eigenlijk bij deze bedrijfsgrootte paste. En uiteindelijk zijn we bij True terechtgekomen vanwege twee redenen. De prijs was goed. En uiteindelijk was True de partij die eigenlijk het beste meedacht met onze echte wens. De basis is bij ons eigenlijk een LAMP-architectuur, dus Linux, Apache, MySQL, PHP. Eigenlijk heel standaard. Maar wel toegespitst op onze situatie op high traffic. Je merkt gewoon dat wij qua cultuur, development hier en de sysadmins hier, dat wij heel goed bij True passen. Die zijn eigenlijk ook open source minded, et cetera, et cetera. Dus wij passen gewoon qua cultuur ook heel goed bij elkaar. Dus als wij, je vroeg net, joh, hoe werken jullie dan samen? Je merkt gewoon dat zij een beetje op onzezelfde bladzijde zitten, zo zeg ik het maar eventjes. Dat aan een half woord in een heleboel zaken hebben ze eigenlijk wel genoeg. En dat is voor ons heel prettig. De keuze voor True heeft ons gebracht wat we ervan verwachten. Stabiliteit, beheersbaarheid, voorspelbaarheid. Dat heeft het ons allemaal gebracht. Dus uiteindelijk ben ik heel blij met de keuze van True als onze ISP. As simple as that.